Hoe zorg je goed voor jezelf? In de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar het antwoord op die vraag. Ja, dan gaan de huid in je tanden gaan loszitten en de huid in je wangen gaan loslaten. Omdat toen bleek dat ik inderdaad vitamine tekort had. Een lichte vorm van scheurbuik. Een vitamine tekort? Een scheurbuik? Wil jij weten hoe dit afloopt en wat je hiervan kan leren? Ga naar aflevering 13 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht en luister. Je stapt in ieder geval met een beter gevoel in de bus dan een paar weken geleden tegen PSV met die 6-0. Zoiets was echt wel een mokerslag geweest. Dit was in geen enkel opzicht een mokerslag. Dit was eigenlijk wel een schouderklopje. Radio Milko. Radio Milko. De podcast over FC Groningen. Ja, Radio Milko met clubwatcher William Pomp. Hallo. Supporter en journalist Willem Groeneveld. En we gaan het hier hebben 35 minuten lang. Was het rood? Ja of nee? Jongen, wat kun je daar een boom over opzetten? Ja, echt waar. Het is echt schitterend. Ik was zelf bij Volendam Emmen. Overigens, William Pomp, jij hebt waarschijnlijk... Hoeveel broodjes kroket heb jij gehad afgelopen zaterdag? Slechts eentje, want toen ik terugkwam van de perstribune... Dat is tegenwoordig duurt het allemaal wat langer... In verband met de nieuwe aanpak van verhalen en het maken van rapporten en zo. Maar toen ik terugkwam, lagen er nog maar 2 broodjes. En ik wist niet hoe snel ik dat in ieder geval 1 broodje de weg moest grissen. Was Stefan Bleekje voor geweest? Nee, niet eens gezien. Nou, misschien, dat zou heel goed kunnen trouwens. Ja. Want die is wel eerder weg dan ik van de pestribune. Jij, elke keer als jij hier zit, dan maak jij me lekker over worstenbroodjes bij NAC en de soekerballen in Friesland. Volendam is niet de beste gastheer wat dat betreft. Dat had ik je wel kunnen vertellen van tevoren. Een bakje koffie in een kartonnen bekertje gekregen en dat was het. Ik had echt gehoopt op een haringkie. Volendam is echt schraalhans keukenmeester. Serieus. Ongelooflijk. Ja. Niks. Ja. Ja. Nee, meneer is een plakje koffie. Wel 2 hele lieve, aardige oude dametjes, mevrouwen. Zeker. Zeker. Alleen... En voor de rest hartstikke fijne lui, hoor. Want ik heb nergens mijn kaart hoeven laten zien. Ik zei gewoon, nee, ik ben van de pers. En zei ze, oh joh, je kon alle kanten op. Heb je Jan Smit nog gespot? Nee, ik mocht wel even snel de hoofdtribune op. Want mijn chauffeur, die had nog niet gegeten. Dus dat heb ik nog even snel... bijna het begin van de wedstrijd gemist. Maar ik even een broodje bal en een broodje lekker worst ging halen. Heerlijk. Jan Smit was op Wintersport ook. Oh ja? Zat een gebiedje naast mij. Oh ja, echt? Oké. Okay. Oh. Mooi. Maar dat over Volendam Emmen. Dus ik wilde even weten of jij wel lekker gegeten had, William. Nou, een heerlijk broodje kroket. Ja. Rode kaart, ja, want dat was al bij in de catacomben bij Volendam was het nieuws. Mette heeft rood en daar hoorde ik al discussie. Nou, dat kan toch niet, hoorde ik. Dat is een meerderheid, hè? En vervolgens heb ik overal waar ik kwam, hoorde ik wel, wat vond jij ervan? Dus William, wat vond jij ervan? Lang verhaal. Eigenlijk moet je beide gele kaarten even behandelen natuurlijk. De eerste gele kaart, dat was, daar werd Mette eigenlijk slachtoffer van de optelsom van het algehele tijdrekken bij FC Groningen. Waar met name Michael Verrips zich het meest schuldig aan maakte. Die nam wel heel erg veel tijd, hoor, moet ik zeggen, bij uittrappen. En dat kwam ook op fluitconcerten te staan. En ik snapte de ergernis van de Kuip wel, zeg maar, daarover. Nou ja, goed. En toen wilde Meta dus die inworp nemen. En liet hij die bal liggen voor de linksback die dan moest komen om die bal heel ver in te gooien. Ja, dat was dan net even de druppel. En dan krijg je een gele kaart. Oké, kan gebeuren. Ik had die gele kaart wel... ernstig in gedachten meegenomen naar het volgende incident. Kort na rust, waarin hij zijn 2e gele kaart kreeg. Ja, en wat je daarvan kunt zeggen... er is een grote meerderheid in Nederland... die vindt dat het een belachelijke gele kaart is. Omdat het spel gewoon doorging. Lag niet stil, er was niet gefloten. De bal was nog binnen de lijnen. En Meta had, denk ik ook wel, hoor... de intentie om die bal gewoon weg te schieten... Meta, ik ken hem als een vrij zachte persoonlijkheid... die volgens mij niet in zich heeft om bewust een tegenstander... die op de grond ligt keihard een bal in de maag te schieten. Dus daar geloof ik ook niet zo in. Ik had dan als scheidsrechter meegenomen van... Oké, je hebt al een gele kaart. Dit is eigenlijk te weinig, zeg maar, om je nog een gele kaart te geven. Doorgaan. Misschien eventjes iets toebijten. Maar als je gewoon puur naar de regels kijkt... denk ik toch wel dat je hem kunt geven...
Want een op de grond liggende speler, expres een bal, hè, dan ga je er even vanuit dat het expres gebeurd is. Waar ik dus eigenlijk niet aan denk. Maar dat kun je als scheidsrechter denken. Dan vul je het wel in voor die speler. Maar goed, oké. Okay. Je hebt de indruk als scheidsrechter dat hij het expres doet. Dan kun je voor onsportief gedrag een gele kaart geven. Want het is natuurlijk niet sportief om een speler die op de grond ligt keihard een bal in de maag te schieten. En dan maakt het ook niet uit of de bal buiten of binnen is geweest. Nee, dat maakt niet uit. Nee, die speler ligt op de grond. Dus en ik denk dat de scheidsrechter, die overigens niet voor de camera wilde reageren, maar wel een korte reactie gaf, inderdaad op deze onsportieve gronden, zeg maar, die gele kaart heeft uitgedeeld. Ja. Mertha die maakte de indruk dat hij zich van geen kwaad bewust was. Dat was ook na de wedstrijd nog het geval toen hij, toen hij uitleg gaf en eigenlijk beide gele kaarten zeg maar onterecht vond. Ik vind dus ik vind op zich, als het de eerste gele kaart had betroffen, dat je hem misschien wel kunt geven. Want ik heb die beelden echt wel 10 of 20 keer teruggezien. Ja, ik kan niet in die jongens' gedachten kijken. Weet je wat ik het gekke er ook aan vind? Het kan expres gebeurd zijn. Het kan. Nou ja, Matt is ook al een beetje onhandige voetballer. Dat klopt. Het is een beetje een hampel op het veld af en toe. Wel een draven, maar dat kan me ook voorstellen dat hij gewoon een misspeer geeft in de stress en dat dit eruit komt. Kan ook expres zijn. Maar dat is een aanname. Dat weet de scheidsrechter ook niet. En het frappant is natuurlijk wel dat hij gewoon daarna weer verder gaat met een inworp. En niet met een overtreding, niet met een vrije trap voor Feyenoord. Nee, en de grensrechter die er bovenop staat, die vlagt ook helemaal niet voor een overtreding. Hè? Die vlagt gewoon voor. Dus dat zijn allemaal aspecten die je mee kunt laten wegen. En de geschiedenis van Kooi met FC Groningen. Ja. Ik zag gisteren nog een filmpje van Danny Buijs terug in de catacombe. Dat hij helemaal gek werd op Kooi omdat hij 4-5 keer ons genaaid had. De laatste 3 rode kaarten van hem zijn geseponeerd. En ja, dat is niet een. Ja, dat deze wordt overigens niet geseponeerd. Kan niet, 2 gele kaarten wordt nooit geseponeerd. Dus Mert is wel gewoon 1 wedstrijd geschorst, neem ik aan. Wel jammer, want hij was wel afgelopen wedstrijden goed in vorm. Voor het eerst. Ja, zeker. Zeker. Ja. Nou ja, en zeker in die wat aanvallende rol. Je ziet gewoon dat hij zich daarin beter thuis voelt. Hoewel hij zichzelf nog steeds een wingback voelt. Zijn jullie nog benieuwd ook naar het meninkje van het presentatortje? Ja, maar daar ben ik zeker benieuwd naar. Maar mag ik eerst nog even een meninkje van... want daar was ook heel veel commotie over op de Rob McDonald. Rob McDonald, ja. Maar als jij zeg maar vindt, wat een kleine minderheid dus vindt... Mm-hmm. En waar Rob McDonald dus ook bij hoort... dat het een terechte gele kaart is. Ja, verder floot Kooi niet zo'n gekke wedstrijd, hoor. Dus dan is een 7 zeg maar heel verklaarbaar. Alleen ja, als jij tot de grote gemene delen behoort... die vindt... dat de gele kaart belachelijk is en overdreven en niet gegeven had mogen worden. Ja, dan snap ik dat jij... scheidsrechter Kooi, vloot prima, 7, dat je daar je vraagtekens bij zet. Waar ik nog mijn vraagtekens wel bij zette ook was... er kwamen nu volgens mij 5 minuten bij, blessuretijd in de tweede helft. Ja. Hoeveel minuten waren dat geweest als het nog 0-0 was geweest in minuut 90? Precies, dat had ik ook geappt naar mijn vrienden. Ik denk 15. Ja... Jullie doelen op klassejustitie? Nee, ik weet niet wat ik ervan moet vinden ook. Want het is natuurlijk een tijdrekker wat FC Groningen deed, ook in de tweede helft. Ik denk als het 0-0 was in minuut 90, dat het dat er misschien wel 8 minuten bij waren getrokken. En omdat Feyenoord scoorde, had Groningen een keer belang bij de extra tijd die ze zelf... Het aantal bijgetrokken minuten stond in ieder geval niet in verhouding met de hoeveelheid tijd dat hij naar zijn horloge wees. nee, precies. Ja. Nee, want hij was alleen maar op deze manier bezig. Ja, precies. Ja. En nu, dit is in de podcast heel goed wat ik hier doe. Ik wijs nu naar mijn pols. Ik had heel erg de indruk. Kijk, Joey Kooi die is in het verleden wel bekritiseerd. Omdat zijn schoonvader is Frank de Boer. Zoals de meeste mensen wel weten. Dat hij pro-Ajax zou fluiten. En daar heeft hij heel veel kritiek op gegeven. Heeft hij ook last van gehad volgens mij. En ik had wel een beetje de indruk dat hij, nu hij scheidsrechter was in de Kuip. Dat hij eventjes het tegendeel wilde bewijzen. Oké, maar hij is ook heel erg neergezet als... anti-Groningen. Dus voor hem was dit dan de lastigste wedstrijd die je kan krijgen. Misschien was dat wel zo. Ja, misschien was dat ook wel de reden dat hij na die tijd in het openbaar eigenlijk niks erover wilde vertellen, zeg maar. Ja, ik denk wel dat het voor hem... Kijk, zo'n scheidsrechter die denkt daar natuurlijk ook wel over na. En wat het ook is natuurlijk... En daar kun je heel weinig aan doen. Kijk, wij drieën hebben een hele leuke, sympathieke uitstraling. Dus wij worden door iedereen sympathiek en leuk gevonden.
Dat heeft Joey Coy natuurlijk ook niet. Nee. Dat is, Ik ken maar een paar mensen die Willem wat minder leuk vinden. Hoor. Maar met Joey Coy, er is ook een geschiedenis. Dat zei ik net ook al. Maar hij heeft de hele tijd FC Groningen niet gefloten. Op zijn eigen verzoek. Ja. Zolang Buijs zat, wilde hij Groningen niet meer fluiten. Ja. Dus er, ja, daar zit wel wat frictie in. Maar goed, daar waar de luisteraar al heel lang... Ja. De luisteraar nu al bijna ja, de mening van de presentator. Het meninkje van het presentatorje. Nou, vertel. Ik wil dat je het wel zo zegt. Nou, heeft het presentatorje ook nog een meninkje? Nou, zeg het maar. Dankjewel, William. geen geel, natuurlijk. Ik vind het niet eens dat je zegt dat dit onsportief gedrag is. Er is zo enorm veel onsportief gedrag binnen de lijnen. Ik vind een balletje tegen iemand aantrappen die aankomt glijden, terwijl de bal, terwijl er nog het spel gaande is, vind ik eerder nog... Lekker een soort hard momentje, even leuk. Dat, vind ik, dat staat in het niet met mij tussen bij balletjes weggooien. Als de tegenstander vrij stap heeft. Nee, maar dat soort dingen, of dat vind ik veel storender. Vind ik veel irritanter. Maar dit kan toch heel erg pijnlijk zijn? Gewoon letterlijk. Ik had het idee dat... Ja, joh, gewoon een bal tegen je. Dat valt toch gewoon mee. Die aanstellerij van Jan Baks. Dat doet al 2 seconden pijn, zo'n koude bal op je bovenbeen. Weet je nog vroeger? Oh, zo'n rode afdruk kreeg je dan. Maar hoe lang duurde die pijn? Nou, wel 5 minuten soms. Nee, hoor. Man, dat was namelijk zo. Als er misschien iets onsportief was, was het triank van Jan Baks wel. Ja, nee, maar dat is storend. Ja, hou op, man. Weet je, dat vind ik niet. Hier hoor ik de supporters spreken. Ja, tuurlijk. De voetbalsupporter, ja. Ik vind het echt verschrikkelijk. Het was ook wel heel irritant dat dit... Het was ook wel dom van Merten, trouwens. Je had ook beter moeten weten. Dat vind ik dus ook. Vinkers ook niet eens. Het is geen slimme actie. Nee, vinkers ook niet eens. Het geheel al in de broekzak. Ik had echt niet in mijn gedachten kunnen hebben dat je in het veld... Als die bal over de lijn was geweest, overal vrij tel was gesproken, dan is het dom geweest. Maar ja, maar dat maakt niet uit. Ik vind niet eens dom. Ik vind echt. Maar ik kan me ook bijna niet voorstellen. Merten heeft zijn beperkingen, maar je bent wel een betaald voetballer. Ik kan me bijna niet voorstellen dat het onkunde is. Dat jij die bal weg wil schieten, maar dat je hem dan een op de grond liggende tegenstander maakt zo dus had helemaal maakt. Niet dat, uit. Dat dacht ik dus eerst ook, dat hij gewoon de bal naar voren wilde trappen en mistrapte en die twee spelen raakte. Maar hij zei na afloop volgens mij bij ESPN, of bij Noord, weet ik niet zo meer, dat hij wel bewust een speler raakte omdat hij een inworp wilde hebben. Ja, prima. Ja, maar dat kan. Dat gebeurt bij corners ook zo vaak. Dat is sportief. Ja, maar deze tegenstander ligt op de grond. Mede door een schouderduwgevecht wat je met hem hebt gehad. Ja, maar dat was het wel. Ja, het voetbal is een contactsport uiteindelijk. Ik vond de tweede gele kaart dus zeg maar omstreden vanwege het goedkope geel wat je hem in eerste instantie hebt gegeven. Waar hij dus een zeg maar boete moet doen voor een soort collectief overtreden van de sportieve spelregels. En daarom had ik hem op zak gehouden. Deze overtreding op zich. Sommige mensen vinden het dus helemaal geen overtreding. Maar ik heb die beelden echt vaak teruggekeken, jongens. En ja, als je het gewoon als scheidsrechter zo voor de eerste keer ziet, dan ik had ook de indruk van hij doet het expres. Dat was ook mijn eerste gedachte. Dat is misschien ook wel de fout van de Coy geweest. Die ging direct op zijn eerste instinct af. Die ziet het gebeuren en wappen direct met die rode kaart. Hij had misschien even 10 seconden moeten pakken. Even overleggen met de grensrechter. Stiekem toch even met de VAR ook overleggen. Wat is er nou gebeurd? Zag je de kwade intentie in of niet? Maar dat heeft hij ook niet gedaan. Dus hij moet ook in de reflex. Het is een beetje heel kordaat willen zijn. Ja, dat idee. Ja. Wat ik wel mooi vond direct in de aftermath is de wijze waarop Willems zich opwierp als beveiliger van Merten. Ja. Zich breed en sterk maakte. Getredda direct wegduwde. Dat is wel een mannetje wat er misgaat. Het is wel een baas. Ja, zeker. Dat vond ik ook mooi om te zien. Ja. En ook direct wel dat groepsgevoel zit er dan ook wel goed bij hem indirect. Ja, blijkbaar. Ja. Zeker. Ja. Sluiten we na 13 minuten de rode kaart af? Ja, nog één ding daarover. Tot besluit. Dat duurt nog 7 minuten. Nee. Maar ik wil even refereren aan de uitspraak die Arne Slot hierover deed. Ja. Arne Slot zei van dat hij zich goed kon verplaatsen in de boosheid van de trainer van de tegenstander. Maar zei hij erbij, ik denk niet dat de rode kaart het wedstrijdbeeld heeft veranderd. En dat ben ik wel met hem eens. Ik denk dat ook met 11-11 Feyenoord uiteindelijk dat doelpuntje had gemaakt. Nou, daar ben ik niet met druk, hem eens. Ja, maar die druk was echt groot. Die druk was groot. Feyenoord was natuurlijk ook op beet. Maar Groningen kwam er nog wel een aantal keren gevaarlijk uit. Dat het balletje nog net iets beter moet vallen. In de tweede helft toch niet meer. Nee, maar dat kwam ook omdat er met 10 man stonden. Dus er werd gewisseld, verdedigend. En de hele linkerflank was omarmd. Dat speelde de eerste helft goed met Willems en Merten. En daar was niks meer van over. Want Willems kon er niet meer aan. Merten was eruit en dan was het backup voor Willems geweest. Dus Groningen was wel gewoon gemankeerd in één keer aan de linkerkant. Ik vind Arnestad de beste trainer van de Eredivisie. Maar als je zegt dat 10-11 of 11-11 niet zo heel veel uitmaakt, dan heb je natuurlijk weinig gevoel. Nou, nee, hij bedoelt daarmee. Er,
was al een stormloop gaande op het in de 89e minuut scoren ze. Moet ja, ja. Niet doen alsof het alsof want nee, maar er was al dat, ja, ik vond er was al een stormloop gaande en die stormloop die ging gewoon door ook na die tijd. Maar ja, dat, ja, alleen wedstrijd, met nog iets meer druk. Maar de wedstrijd is wel eindig. Ja, en echt een stormloop was het de eerste helft toch ook niet van Feyenoord? Als je met 1-0 wint... Nou, Schoon kwam volgens mij in die eerste 6 minuten van de tweede helft ook niet meer over de nee, maar dat kan ook een fase zijn dat je daarna weer herpakt als Feyenoord dan niet scoort. Ik weet niet met me eens dat als je met 1-0 wint door een doelpunt in de 89e minuut... dat het wel heel makkelijk is om te zeggen dat je tegen 11 man ook wel had gescoord. Dat vind ik echt een onzinnige daarvoor vloog er al een balletje op de lat. En weet je, de doelpunt had ook wel eerder kunnen vallen. En heeft dat ook niet te maken met Slot zijn eerdere woorden... dat hij heel veel klaagde over de scheidsrechterscorp, dat Feyenoord niet werd geholpen? Die suggestie deed Valentijn Driessen na de tijd in de persconferentie in het stadion. Dat was een leuk gesprek, of niet? Dat was een hartstikke leuk gesprek. Ja, ik stond naast Peter Houtman en Peter Houtman heel diep zuchtte... en af en toe een beetje lachen en zo mij zo aanstoten. Want die vond het helemaal niks. Want Valentijn Driessen heeft natuurlijk ook wel een naam. Ja. Heeft ook wel een beetje een naam pro-Ajax te zijn. Is hij daar in het Hol van de Leeuw dan min of meer, zeg maar. Zo zien ze dat toch een beetje daar in Rotterdam. En dan gaat hij dit soort beetje onderhuidse vraagjes stellen. Waarmee hij zeg maar Slot een beetje uit de tent probeert te lachen. Maar dat doet hij goed. Dat doet hij goed. En het is ook als journalist zeg maar is het heel vermakelijk om dat een beetje te zien. Ja, tuurlijk. De journalisten van er zitten dan een groepje journalisten zit dan in die persconferentie AD VI, maar Valentijn Driessen is wel de enige die neemt ook als laatste dan het woord en die, dat is wel de enige die zeg maar een beetje zuigt en een beetje prikt en probeert een reactie te ontlokken. Vind je het leuk of denk je ook van dit? Of is het ik vind het journalistiek gezien wel leuk. Ja, oké. Ja, maar vind je het ook goed journalistiek gezien? Wat ja, natuurlijk. Want was hij ook niet degene die zei van ja, het is goed met je, joh. Ja, klopt. Ja, 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 maar toen kwam, nee, toen kwam hij... Ja. Ja, maar dat vind ik ook... Dat is een beetje disrespect voor vind ik. Ach, wel nee, man. Het is goed met je, joh. Dat is toch helemaal niks ergs. Dat kun je toch gewoon in een... Kijk, in een soort ontspannen vraaggesprek wat het wel was. Want als Slot iets goed kan... Ik vind het een goede trainer, maar hij kan ook echt heel goed met de pers. En je ziet ook gewoon... Dat Arne Slot wel een beetje geniet van dat spel tussen journalist en trainer. Hij is er ook heel goed in. Hij is er heel goed in. Ja, daarom. Dus dan vind ik dit. Kijk, je hebt zo'n relatie met als trainer en journalist. Ik las ook wel dat hier en daar mensen dat niet vonden kunnen en zo. Maar kom op, dat is nog niet zo'n heel erg zinnetje of wel. Nee, oké. Ja, vind je wel? Het is goed met je, joh. Ja, kom op. Ah, nou, ik val er niet heel erg over. Het is niet dat ik denk... Nee, maar ik vind helemaal geen discussie waard. Nee, okay. Ik vind het nog meer een discussie waard dan de tweede gele kaart. Ja, dat zijn wij toch verschillend. Dat zijn we toch verschillend, William, af en toe. Kijk niet naar Willem. Ja, jullie zijn heel verschillend. Ja. Nee, maar ja. Ik zoek dus steun dan. Ja, 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 maar dat krijg ik niet, want ik weet het wel. Ik weet niet wat je aan het doen bent, William. De vertrouwensmeter bij FC Groningen, is dat nu een beetje omhoog geschoten na deze wedstrijd? Je had natuurlijk de wedstrijd tegen Excelsior, waarna iedereen in één keer zei van, nou, de ommekeer. Oké, er komen twee lastige wedstrijden. Deze 1-0 nederlaag zorgt ervoor dat we iets meer vertrouwen of iets minder vertrouwen. Volgens mij in ieder geval niet een knak, zoals na de goede wedstrijd tegen Twente, dat je vervolgens 6-0 de boot in gaat bij PSV. Ik denk dat ik ben als supporter in ieder geval met een opgeheven hoofd heb ik ISD dus uitgezet. Iets meer vertrouwen bijgekomen. Ja, ik denk geen punten erbij. Als Groningen deze strijdlust en dit voetbal elke week op de mat legt vanaf nu, dan moet het bijna wel goed gaan komen. William? Nou, het voetbal is beduidend beter dan een aantal weken geleden. De laatste twee wedstrijden geven wat dat betreft zeker wel vertrouwen. Je ziet gewoon dat dit FC Groningen... er zijn ook goede winteraankopen gedaan. Ja. Tot die conclusie moet je zo langzaam ook komen. Willems doet het, vind ik fantastisch. Hij brengt zoveel rust, zoveel gochme. En je ziet ook echt dat die spelers zoals Matt daar zich aan optrekken. Nou, Hoven blijkt ook keer op keer wel een versterking. Wat een goede voetballer is dat. Ja, nou, weet je, er zijn toch een paar dingen wel... Als je dat dan vergelijkt met het aankoopbeleid van sommige andere clubs... dan denk ik wel van, is toch nog niet zo heel slecht... wat Verlierers dan zeg maar heeft gedaan in zijn laatste dagen bij de club. Het voetbal is ook gewoon, ziet er ook gewoon beter uit. Er is nu eindelijk vastigheid qua systeem, zeg maar. Ook zelfs bij een topclub als Feyenoord spelen ze gewoon 4-3-3. Ja. Waar voorheen wel eens werd geswitst naar 5 verdedigers voor dat soort wedstrijden. Vind ik heel goed, want daar hou je aan vast. Ik denk dat ook wel deels de invloed is van Hans Westerhof. Die sprak ik voor die tijd ook nog even in de Kuip. En die wil eigenlijk on the record niks meer zeggen. Heel gek. Want ik heb natuurlijk met Hans Westerhof een jarenlange
jarenlang je analist geweest. Ja, precies, daarom. Was hij een open boek, zeg maar. Inmiddels, ja, volgens mij is er gewoon afgesproken dat hij geen uitspraak in de media doet. Maar ik merkte wel... Ik denk dat hij daar zelf... is ook heel verstandig. Gekomen, weet je, ja. Dat hij zelf ook denkt van, joh, ik wil daar niet... Nee. Het is wel mooi om te zien. Hij zit al voor die tijd in de perskamer. En dan gaat hij op de perstribune zitten. Krijgt hij die headset aangemeten van een van de technische mensen van de FC Groningen. Die ook de video's maakt tijdens de wedstrijd. En dan heeft hij continu contact met de bank. Met Alfons Arts. Vanaf de perstribune. Dus ja, kun je horen wat hij zegt ook? Of is het ja, nee, ja, maar je hebt allemaal gewoon aangewezen plaats. Ik zat niet bij hem in de buurt. Okay. Dus dat kan ik niet... Wie brengt er nu meer? Alfons Arts of Hans Westerhof? Sorry? Wie brengt er meer? Hans Westerhof of Alfons Arts? Is Alfons Arts nu niets meer dan de secretaresse van Hans Westerhof die door moet geven? Nee, daar heb ik Westerhof wel naar gevraagd. Westerhof is adviseert vooral in de zin van wel doen of niet doen, zeg maar. Dus de ideeën komen eigenlijk nog wel gewoon van de bank. Maar bijvoorbeeld van, zullen we die voor die wisselen? En dan doet Westerhof daar even zijn plasje over. Doet hij dan bijvoorbeeld. Ja, heeft hij zo'n geluidjesbox bij zich? Dat weet ik niet, Thijs. Ik zie hem al met zijn boeberhaartjes zoeken. Niet de pling! Niet de pling! Ik had in ieder geval... Dat moet hem zijn. Maar hij is alleen ja en nee, zegt hij. Ja, er zal wel iets meer aan komen. Maar hij vertelde mij dat een beetje zijn rol is op het moment dat hij daar op de tribune zit. Door de week staat hij ook erbij op het veld. Praat hij ook met spelers en zo. Is zijn rol groter. En ik had het voor de wedstrijd dus even met hem over het feit dat FC Groningen met vier verdedigers aantrad in de Kuip. En ja, daar voelde ik wel aan van dat het zijn idee was. Hans Westerhof zei ook van ja, maar als je verdedigende stellingen inneemt, kom je ook minder makkelijk tot scoren. Hij is volgens mij ook gewoon een man van 4-3-3 met een middenveld waar de centrale middenvelder zich dan uit laat zakken om de opbouw te verzorgen. Is volgens mij ook een idee wat wel mede uit zijn... uit zijn koken komt. Dus ik denk wel dat Hans Westerhof positieve invloed heeft. Om helemaal op jouw vraag terug te komen. Ja, ik weet niet eens wat het was. Nou, dat was of de afgelopen twee wedstrijden dan vertrouwen hebben gegeven. Ja, oh ja. Ik denk het wel, maar ik heb nog steeds wel grote vraagtekens bij de vraag of FC Groningen het gaat redden. En ik denk dat het wel eens te laat kan zijn geweest. Ja, verbeteringsmaatregelen, zeg maar. Too little, too late. Ja, dat denk ik. Dat risico dat ligt gewoon heel erg op de roer. Deze twee wedstrijden zijn daar de afgelopen ronde en de komende ronde zijn daar vrij bepalend in natuurlijk. Je hebt Feyenoord gehad en AZ. Dat zijn de twee moeilijkste wedstrijden die Groningen nog op het programma heeft. Ja. Tegelijkertijd heeft de concurrentie in deze periode de makkelijkere wedstrijden. Die verdelen dus de punten. Kijk, Volendam is nu eigenlijk een beetje uit zicht geraakt. 6 punten achterstand met nog 10 wedstrijden is veel. Klopt, maar Emmen blijft dus heel erg in zicht juist daarentegen. Ja, maar dan praat je al over plek 16. Dus dan ga je wel... Ik denk dat de vraag is, of de opdracht is, Cambuur, Excelsior en Emmen onder je houden. Ja, Cambuur, Excelsior en Emmen. Ja, want Excelsior is aan de vrije valbeheer. Je strijdt dus 4 voor plek 15. Ik zie Groningen eigenlijk maar 1 thuiswedstrijd nog verliezen. En dat is je tegen Heerenveen zeker? Nee, Ajax. Ajax, ja. Ja, dat vind ik wel heel optimistisch. Emmen heeft in ieder geval... Verliezen, hè? Emmen heeft de laatste 5 wedstrijden een veel zwaarder programma dan Groningen in ieder geval. Ja, dat sowieso. Excelsior ook. Daar hebben we in de vorige podcast ook een boompje over opgezet. Want Dick Lukien meent daar dan van. FCM heeft dit seizoen 3 wedstrijden gewonnen. Juist tegen die ploegen uit die top 6. Ja, de tweede van Utrecht, de PSV. Hè? Ja, precies. Ja. Dus die is daar niet zo bang voor. Ik kreeg een appje van voormalig directeur Hans Nijland. Die schat in met al zijn ervaring, 23 jaar directeur van FC Groningen geweest, dat FC Groningen nog 15 punten nodig heeft om het vege lijf in de Eredivisie te redden. Daarmee zouden ze dan op 32 punten komen. Is op zich voor handhaving al een vrij laag aantal, historisch gezien. Hè? Normaal gesproken heb je er 34 nodig. 32 is, ik heb dat toevallig vorig jaar of 2 jaar geleden keer vanaf de eeuwwisseling bekeken. En met 32 punten degradeerde je maar 2 keer, geloof ik. Ik geloof dat 32 punten over dat. Ze zeggen altijd 34, dan ben je echt veilig. Maar volgens mij was 32 toen ook nog. Vorig jaar was het volgens mij 35. En dan ging diegene met 35 alsnog de play-offs in. Kan ongetwijfeld zo zijn, hoor. Maar ik heb dat toen eventjes teruggekeken van al die jaren. Maar 15 punten is het van Nederland. Punten, Nederland heeft veel meer ervaring dan wij. Dus daar gaan absoluut we nu tellen. Nederland zegt van bijvoorbeeld 3 wedstrijden winnen en 3 gelijk. Hè, dan kom je er precies. Dan kom je op 12. Nee, dan kom je 12 plus 3 is 15.
Drie wedstrijden. 21 is 5. 21 is 5. Ja. Oh ja, dan blijft hij. Nou, ja. Drie wedstrijden, ja. Drie gelijk is 12 punten. Wil je. Ja. Drie keer drie is 9, dan schat ik 1 is 3. Nog te zuinig in. En zelfs bij wat Nijland mij dus al appte, dacht ik al van ja. Maar met een trainer die tot dusver over 10 wedstrijden 1 wedstrijd heeft gewonnen, hoe ga je dan in de resterende 10 nog even 3 winnen en ook nog eens een keer 4 gelijk spelen? Maar, ik vraag hem af. We gaan ze tellen. AZ Groningen. Gelijkspel. Nee, nul punten. Ik denk ook nul. Ik zie Groningen daar stunt. Cambuur heeft daar vorige week ook een goede wedstrijd op de mat gelegd. AZ is niet in vorm, dat klopt. Maar en Groningen haalt vaker goed resultaat in Alkmaar. Groningen. Ja, ik denk toch nul punten. Groningen-Heerenveen. 3 punten moet dat zijn. Ik denk een punt. Ik denk een punt. Ja, denk ik ook. Fortuna-Groningen. 3 punten. Poeh. Nee. Puntje. Groningen in huidige vorm, maar weet je... Ja, dat is echt koffiedik kijken. Dus... Ja, dat is heel lastig. Ja, natuurlijk. Wat we nu doen is totaal onzin. Daar ben ik ook mee. En wat er ook bij getrokken is. Nou, met de positieve hoed op een punt. Daar zit je op 2. Okay. Ik zit op 2. Ja, je moet er zelf even bijhouden. Ik zit op 4. Ik ook. Ik heb ook een puntje hier. Dus 5 in totaal nu. Ja, precies. Groningen-Utrecht. Moeten er 3 zijn? Wat lastig, maar moet. 3. Punt. Absoluut 3. 7. RKC Groningen. Vergis niet, Utrecht speelde gewoon voor die bekeruitschakeling gewoon prima. Hè? Ja. Die kwamen steeds beter in vorm. Ja, die wedstrijd van afgelopen weekend heeft gewoon te maken met die uitschakeling in de beker. Maar Groningen RKC of RKC Groningen? Oh, jullie zijn verder niet geïnteresseerd in de achtergrond. Nee. Ja, maar RKC, voor was Utrecht. RKC Groningen, zelf puntje bij. Willem? 1 puntje. Nee, 0. 1 punt, 8. Nee. Groningen NEC? 3 punten. Ja, 3 punten. 3 punten. 12. 11. William, hoe zit jij er nu? 6. Oké. Go Ahead Groningen NEC hebben het gehad. Hè? Ja, Go Ahead Groningen. Moeten er ook 3 zijn? Gelijkspel. Ik zit op 15 al. Ik vind dat jij heel positief bent. Ik zet hem op puntje. Dat gaat gewoon niet lukken. Ik zet hem op puntje. 12. Op basis waarvan? Groningen Ajax. 0. Ja, 0. Oh, zeker. 0. Vitesse Groningen. Die liggen dan kampioenskoers, man. Eentje. Nee, uit bij Vitesse win je gewoon niet. 0. Oké, ik ook 1. 13. Jesse 14. En dan Groningen Sparta. Ja, moeten er 3 zijn. 17. Ja, die worden 3. 17. Ik kom op 10 17. punten. 17. Ik 10. Maar wat jij 18 volgens mij, ik 17. Ja, wat hier ook nog belangrijk bij is natuurlijk het speelschema van de andere partijen. Nee, zeker. En mag ik hierbij even opmerken dat er één romanticus is die altijd alles positief en door een roze wolk ziet. Dankjewel, Bill. Er is één supporter hier die ook alles een beetje te positief. Er is hier één realist en die komt tot 10 punten. Nou. Dus één iemand uit Zuidoost-Drenthe. Ja, één van ons drieën komt uit Zuidoost-Drenthe. Tot een paar weken geleden was ik volgens mij het meest pessimistisch aan deze tafel. Ook met het oog op het speelschema wat er nog zat aan te komen. Ja, daarom vraag ik jou, op basis waarvan? Dat wil ik nu dus uitleggen. Ja. Ik vind dat Groningen de laatste weken voetballend echt enorme stappen heeft gemaakt. Dat er veel meer strijd en passie in het team zit. En ik denk echt als dit, en dat is wel een voorwaarde, maar als je dit elke week op de mat kunt leggen, dan moet je wedstrijden zoals Heerenveen thuis kunnen winnen. Met het publiek erachter. Dan moet het mogelijk zijn. En dan is ook AZ uit een puntje mogelijk. Want er zit wel echt genoeg kwaliteit in deze selectie. En vergis je niet, je speelt straks nog eens een keer tegen teams. Op een gegeven moment RKC, NEC, Go Ahead, Sparta. Ja, die voelen keizers baat spelen. Die echt niet echt ergens nog voor spelen. Is lekker, hè? Die staan toch op het veld met, nou ja... Wel voor het eerst sinds jaren trouwens dat ik voetballen. Ook gewoon het hele weekend voetbal op de voet volg. Ook zelfs Cambuur gisteravond nog een wedstrijd ja, die man, de man gesproken gestolen kan worden. Maar ja, dat volg ik nu vol spanning. Ja. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Nee, joh, voor Groningen supporters, als je het haalt, is dit natuurlijk een hartstikke leuk seizoen. Nou, ja. Ik denk dat gebeurt niet veel. Nou, ja, het is een interessant seizoen in ieder geval als je het haalt. Ja. Ja, nee, dat is werkelijk niks mis mee. Nou ja, vooropgesteld. Wij zien het rooskleurig in. Ik hoop wel echt dat ze het halen. Nee, tuurlijk. Ja. Voor jezelf. Dat klopt. Ja. Maar waarom zien wij het rooskleurig in? Wat, Puur op basis van de historie van de laatste 10 wedstrijden. Mm-hmm. Dan moet er een gigantische ommekeer plaats gaan vinden in deze weken. Ja. Nou, ik zie wel dat het spel verbetert. Maar een gigantische ommekeer waarbij jij zeg maar van 10 wedstrijden 1 overwinning naar 10 wedstrijden 3 of 4 overwinning gaat. Ja, dat zie ik zo niet gebeuren. Jij zit in die club natuurlijk. Hè? Bovendien, je treft ook geen rechtstreeks concurrenten meer. Wat voel jij binnen die club? Nou, ik zie wel hernieuwd vertrouwen.
Ja. Ja, dat zie ik wel. Dat zag ik ook zaterdagavond in de Kuip. Ik zie wel dat er bij de technische staf, met name bij de trainer, dat er vertrouwen is. Ik zag ook veel woede over de scheidsrechter. Dat zag ik ook voor het eerst bij Van der Rey. Er zit wel meer pit in. Hij was echt geïrriteerd. Ja, er zit meer pit in dan dat het er dus verder is uitgekomen. Misschien moet hij dat ook wel laten zien, want dat kan wel een ingrediënt zijn waarmee jij kunt zeggen van, bij AZ bijvoorbeeld, dat is de eerstvolgende wedstrijd, dat je zegt van, we zijn zo tekort gedaan, die woede gaan we omzetten. In een resultaat in zag je daar echte woede of geacteerde woede? Nee, dat was wel echte woede. Ja, dat was wel echte woede. Fijne vent is het ook. Moeten we elke podcast zeggen, dat is toch een fijne vent, hè? Maar dat is ook zo. En los van het voetballende gedeelte, William, wat minstens zo belangrijk is dat ik een collectief eigenlijk zie. Dat voor elkaar strijdt en voor elkaar vecht. Ja, en volgens mij is dat het half werk. En dat heb ik de afgelopen seizoen amper gezien. Met zoveel kwaliteit. Mike de Wier, ik zei het. Je hebt ook gewoon nog met tegenstanders te maken. Weet je? Mensen die zeggen van, Utrecht thuis, dat moet je gewoon maar even winnen. Ik denk dat Utrecht altijd nog wel meer kwaliteit dan FC Groningen heeft. Ja, maar er moet gewoon gewonnen worden. En er liggen daar wel kansen. Natuurlijk. Ja, Utrecht speelt ook niet een heel goed seizoen. We hebben onder Silberbouw een tijdelijke opleving gehad, maar dat lijkt ook weer een beetje. Ja, maar dat komt eigenlijk een beetje. Dat zijn alleen de laatste twee wedstrijden. En het komt door die stof in de beker. Ja, was het daarvoor? Dat is even Groningen ook een keer overkomen. Een opleving die nergens op sloeg, want onder Vrezen was het ook niet heel sterk Utrecht. Nee, dat klopt. Maar goed, dat is allemaal koffie te kijken. Ja. Weet je, maar eigenlijk. Jij geeft aan wat ik daarmee bedoel. Je hebt ook met tegenstanders te maken die zich niet gewonnen geven, omdat FC Groningen dus zo nodig de punten nodig heeft. Ja, en wat ook nog een bijna een soort nadeel kan zijn, ik denk dat er bij Feyenoord ook een soort van onderschatting was. Hè. Je speelt tegen de nummer 18 of 17. Nou, aan de slot zei je na afloop, dit was een van de slechtste wedstrijden die Feyenoord dit seizoen heeft gespeeld. Daar heb je dan ook nog mee te maken. Nou, dat kan natuurlijk ook deels afgedwongen zijn door FC. Ja, maar dat kan bij AZ ook zo zijn. Hè? Dat ze denken van, dit varkentje wassen we wel even. De Groningen amper gescoord. Maar dat staat natuurlijk wel een andere elftal dan de rest van het seizoen. Dus misschien dat ze daar ook wel wat verrast worden. En dat daar nog wat kansen in liggen. Je moet wel vaststellen dat FC Groningen. Het was wel gewoon een terechte overwinning voor Feyenoord natuurlijk. Zeker, ja. Laten we dat. Want iedereen doet nu net alsof. Het is uit bij de koploper, hè? Ja. Dus, ja, precies. Dat is wel gek. Nee. Maar iedereen doet nu net alsof FC Groningen zwaar bestolen is of zo. Maar als er één club had verdiend te winnen zaterdagavond in de Kuip, dan was het gewoon Feyenoord. Dus, ik vind dat op basis van strijdlust Groningen. Wat ben je aan het doen, William? Nou, ik wil kort voor de luisteraar. William is bijna 48, dus dat betekent dat hij een iPad Maxi heeft hij voor zich staan. Ja. Die bedient hij met zijn wijsvinger. Met zijn wijsvinger. iPad Pro. In de vorige podcast ging al zijn telefoon even pling met zo'n appje. Ja. Dat hij het geluid heeft hij eraan. Nee, ik zoek even wat wedstrijdstatistieken erbij. De statistiek die ik eigenlijk zocht, die kan ik nu niet vinden. Want FC Groningen schijnt geen enkel schot tussen de palen te hebben gelost. Kun jij dat nakijken? Kan ik nu meteen daar komt mijn twijfel dus vandaan. De andere statistieken van afgelopen zaterdag. Feyenoord 14. Ik zie hier inderdaad 3. Ik zie hier 23 doelpogingen van Feyenoord, waarvan 6 tussen de palen. 6 doelpogingen van Groningen, waarvan 0 tussen de palen. Precies. Ja. Nou, weet je, laten we ook niet overdrijven met hoe goed FC Groningen zich heeft gemanifesteerd. Nee, zegt natuurlijk ook niet heel veel. Want Manu heeft wel grote kansen gehad, dus... Ja, dat die bal niet tussen de palen komt, lijkt dan in één keer... Hey, we hebben geen bal tussen de palen gehad, terwijl natuurlijk wel een behoorlijke kans was. En het is ook een vertekend beeld dat je de helft van de wedstrijd met 10 man speelt. Ja, en ik vond Groningen de eerste helft echt best wel verdedigend, stond het goed. Maar het kwam er ook regelmatig best wel goed uit, met veel snelheid. Eens, en dan moet het dubbeltje net even de goede kant opvallen en dan wordt het echt een kans. Maar de hele discussie over de tweede gele kaart verbloemt wel een beetje de werkelijkheid van dit soort statistieken, zeg maar. Maar het is ook geen enkele supporter en ik denk ook geen enkele speler of iemand wie dan om de club heen had verwacht dat Groningen daar een gelijkwaardige matpartij op de mat zou leggen als Feyenoord. Dus expected goals was 2,27 voor Feyenoord en 0,39 voor FC. Dat is echt genoeg. Nee, maar het is in ieder geval, je stapt in ieder geval met een beter gevoel in de bus dan een paar weken geleden tegen PSV met die 6-0. Zoiets was echt wel een mokerslag geweest. Dit was in geen enkel opzicht een mokerslag. Dit was eigenlijk wel een schouderklopje. Ja. Zeg maar. Daar was ik wel bang voor. Misschien helpt dat ook mee dat je er wat positiever van wordt. Ik ging er naartoe, maar als er maar geen 5, 6, 7-0 wordt weer. Want dan kun je wel inpakken. Nou, in die zin is het dus positief. Dus ik heb ook wel iets positiever gevoel dan een paar weken geleden. Maar ik denk nog steeds dat het heel moeilijk wordt om je te handhaven. De tijd begint te dringen en de meeste kansen. Groningen heeft van alle onderste ploegen van ongeveer de meeste kans om te degraderen. Ze zijn er gewoon heel goed voor. Ja, als ik Excelsior zie spelen, dan denk ik Excelsior, dat doet echt pijn aan de ogen op dit moment. Of Marinus Dijkhuizen dat nog weer op de rails krijgt. Bij Excelsior is ook niet van nature de druk aanwezig. Je hebt ook een beetje druk nodig om te kunnen presteren.
bij Excelsior. Ja, weet je, misschien huilen ze een uurtje of twee uurtjes als ze gedegradeerd zijn. Maar dan pakken ze de draad gewoon weer op in de eerste divisie. Bij Excelsior maakt het niet zo heel veel uit. Ik zie Emmen ook niet heel veel punten meer spelen. Die halen. Die speelde afgelopen eerste helft ook weer een goede pot. Maar gaan ook gewoon uiteindelijk weer kansloos eraf. Ja, nou dat ja, is ook het verhaal wat hele seizoen Emmen. Ik denk dat Emmen een groot probleem heeft. Ik denk dat je bij Emmen nog twee reddingsboeien hebt. Of Dick Lukien moet zeggen van, ik stap op en laat een andere trainer het afmaken. Misschien dat die nog voor nieuwe inspiratie kan zorgen. Of je moet de speelwijze omgooien. Want als je op deze wijze aan blijft modderen, dan gaat Emmen eruit. Ja. En dan Cambuur. Want ik denk dat Cambuur heel goed ingekocht heeft in de winterstop. En dat Cambuur dat nog wel wat daar nog wel de vruchten van gaat plukken. Ja, ik denk dat ook Johnson een goede spits is. Dat Mahi, die komt misschien nu wel op stoom. Ja, nou, dan heb je in ieder geval doelpunten. Maar Mahi is ook heel fragiel. Hè. Die is op stoom en dan een anderhalf wedstrijd later ligt hij er weer uit. Oké, dat is als. Maar, pak nu één wedstrijd goed uit voor Cambuur, maar dat moeten we ook wel onder ons kunnen houden. Kijk, wij weten ook wat een Mahi kan doen die in vorm is. Die heeft bij FC Groningen ook voor gouden voor koppel samen met Linssen. Leuke dingen gezorgd, precies. En als dat alsnog in elkaar gaat vallen bij Cambuur, dan zie ik het wel. Als bij Cambuur het doet, want Cambuur heeft maar één probleem. Ze komen niet tot scoren tot dusver. En Cambuur heeft 17 doelpuntjes. Daarmee zijn ze met afstand de minst scorende club. Volgens mij twee wedstrijden willen ze 4 maken. Tegen PSV en tegen... Precies. Dus kun je nagaan hoe weinig die gescoord hebben. Als dat nu op dreef komt bij Cambuur, dan gaat Cambuur ook nog wel stijgen, ben ik bang. Van der Ree, wij hadden een beetje voorspeld dat in maart moet er toch wel een keer een knoop worden doorgehakt. Het is inmiddels maart. Wat gaat er met Van der Ree gebeuren? Is daar al duidelijkheid over? Nee. Ik denk niet dat daar nu al heel snel een knoop over doorgehakt gaat worden. Wie vond dat? Dat vonden Jan Mennega en ik, geloof ik, ooit in een podcast. Ja, nee joh. Maar dit is toch niet de tijd om te zeggen van we gaan volgend seizoen verder met Van der Ree, ja of nee? Nee. Dat zou je hem nu moeten beoordelen op basis van 10 wedstrijden, 1 overwinning. Daar gaat het niet door. Nee, precies. Maar is het omdat ze het nog niet beslist hebben? Is het omdat ze het niet de juiste timing vinden om zoiets... Ik denk dat het nu is omdat ze hele andere zorgen aan hun hoofd hebben. Dat lijkt mij toch ook. Ja, ik denk dat jij eerst gewoon duidelijkheid moet hebben over de positie op je ranglijst en over volgend seizoen, voordat jij zeg maar aan een nieuwe trainer gaat denken. Misschien dat er op de achtergrond wel wat beweging is hoor. Ik denk dat als Marc-Jan Verderes technisch directeur van FC Groningen was gebleven, dat er al dat de komst van Dick Lukien al in de achterkamertjes zeg maar bekonkeld was en dat er al een klapper was gegeven. Er is nu een nieuwe situatie ontstaan. Er moet nog een nieuwe technisch manager. En dat lijkt me de eerste prioriteit. Dat klopt. Die gaat er eerst komen. En wie gaat dat worden? Ja, dat is interessant. Zijn daar al? Wouter Gudde wilde eerst nadenken. Of vind je het heel leuk die duo baan die hij nu heeft? Nee, volgens mij heeft hij het wel extreem druk en is dat ook niet gezond en wil hij dat ook niet tot in lengte van dagen erbij blijven doen? Dat is verstandig. Hij wilde eerst in kaart brengen hoe het opgelost kan worden. Op wat voor manier jij zeg maar. Ik denk namelijk niet dat er 1-op-1 een nieuwe technisch directeur komt bij FC Groningen. Ik denk dat de taken wat meer verdeeld gaan worden. Dat er wel een soort manager voetbalzaken komt of zo, zeg maar. Die dan ook over. Geen technisch directeur, ook niet meer een bestuursmannetje. Nee, dat denk ik niet. Maar goed, een technisch manager. Wat zijn. We kunnen wel een beetje filosoferen over wie er interessant voor zijn. Is Roy Beukenkamp daar een geschikte peer voor? Nou ja, die heeft een in ieder geval. Een netwerk. Ik al heel gek. Ja, sorry. Roy Beukenkamp heeft een netwerk, heeft de ervaring, is een clubman. Want is daar, een scout hè, nu. Maar Gudde heeft inmiddels ook wel door dat hij het van mensen uit de regio of van clubmensen moet hebben. Heeft de ervaring en heeft zichzelf ook aangeboden bij FC Groningen. Heeft gezegd van jongens, als ik jullie ergens mee kan helpen, dan doe vooral een beroep op mij. En dan kunnen we kijken wat er mogelijk is. Dus Roy Beukenkamp is denk ik wel een kandidaat om iets te gaan doen bij FC Groningen in ieder geval. Ja, dat sluit ik zeker niet uit. Het kan ook intern opgelost worden. Hè? Je hebt ook een, denk je dat het, want ik weet dat hij scout is, dat hij voor grote Engelse clubs aan het werk is geweest. Maar denk je dat hij dat dit ook kan? Want scout is wat anders dan technisch manager zijn. Nou ja, zeker. Absoluut. Maar kijk. Het ligt er een beetje aan hoe die functie ingevuld wordt. Als hij een technisch manager moet worden die ook het hele personeelsbeleid erbij moet doen en ook verantwoordelijk wordt voor scouting en voor performance en noem alles maar op, dan denk ik dat het een veel te breed plaatje is voor Roy Beukenkamp alleen. Je moet hem in zijn kracht gebruiken. En zijn kracht is netwerk in de voetballerij, oog voor talent. Dus gebruik hem vooral in die
in die rol en belegt die andere rollen. Dus ergens, kijk, ik denk dat Gudde misschien wel als enige onderdeel van dat technisch beleid wel personeelsbeleid bij kan blijven doen. Dus dat al die mensen gewoon rechtstreeks onder hem vallen. Ja. Daarmee heb je al een deel van het probleem opgelost. Want een deel van het probleem van Mark Navardeers was ook dat die rol die hij had veel te veel omvattend was. Hij verzoop er gewoon in. Hij kwam aan bepaalde taken niet toe, waardoor hij ook een slechte naam kreeg bij bepaalde gremiums binnen de club. Want die voelden ze, dat ze helemaal geen aandacht kregen, zeg maar. Serieus genomen. Ja, precies. En goed, die fout moet je niet weer maken. Maar die maakt Gudde ook niet meer. Er is ook heel veel vraag natuurlijk nu of Gudde moet opstappen, ja dan nee. Ik heb het idee dat hij, er zijn fout gemaakt, hij heeft ook fout gemaakt. Maar dat hij daar wel echt van leert. Ja, zeker. Een slimme vent die, tuurlijk. Die deze fouten niet opnieuw gaat maken. Als je de twee weken geleden, ik weet dat nu in deze fase waarin FC Groningen natuurlijk weinig, weet je, de supporters daar weinig boodschap aan hebben. Maar als je ziet dat Groningen samen met Go Ahead Eagles de gezondste club van Nederland is. Ja. En dat is in een korte tijd zo uit de grond gestampt. Dan is het toch driewerf hulde voor de directeur. Ik heb het idee dat dat onder supporters ook heel erg leeft. Ik proef weinig sentiment dat Gudde moet oproepen. Mm-hmm. Integendeel, dat de Noordtribune al weken op rij eigenlijk het hele seizoen rampvol zit. Dat is een van de verdiensten van Gudde geweest. Die heeft die band aangehaald met die van de dialoog aangegaan, ja. Die heeft een zak met geld neergelegd van jongens, het is jullie tribune. Maak ervan wat jullie willen. Mm-hmm. Waar kunnen wij in faciliteren? En daardoor is het wel weer echt het huis van de supporters geworden. En dat doet hij ook heel goed. Ja, hij doet op heel veel vlakken hele goede dingen, hoor. Ik denk dat het een uitstekende directeur is. En wat moet je nog leren, William, behalve... Dit soort dingen. Hè. Hoe moet jij omgaan met zo'n afdeling als de technische staf? Dat wordt in geen enkele boekje wordt je dat geleerd. Hij heeft natuurlijk Nijenrode gedaan. Een hele hoge opleiding genoten. Fantastische. Hele hoge? Wat is een hele hoge opleiding? Nou, Nijenrode staat toch heel hoog aangeschreven. Zeker. Nijenrode staat zo hoog aan? Ik dacht dat het een soort Luzak was voor... Als jij Nijenrode Business School hebt afgerond, dan kun je wel wat, wat ik wil zeggen is dat de voetbaldirecteur zijn is denk ik vooral een ervaringsvak. Ja. Dus hij moet denk ik nog steeds heel veel dingen leren. Omgang met pers misschien ook nog een beetje. Ik moet zeggen, ik vind dat hij daar... Maar hij heeft ook van die hele affaire rondom dat hondje... heeft hij natuurlijk ook geleerd met RTV Noord. Tuurlijk. Hij steekt overal wat van op en hij is ook niet te beroerd om dingen te veranderen. Ja. En misschien is de grootste fout wel geweest dat hij te close is geworden met Marc-Jan Vlederis. Het is moeilijker om je overbuurman de laan uit te sturen dan een technisch directeur, lijkt me. Ja, maar hij deed het toch uiteindelijk wel. Uiteindelijk wel, maar misschien had er iets eerder ingegrepen kunnen worden. Maar is dat ook nog een les, dat je niet te close moet worden met de vrienden met wie je zakelijk werkt? Volgens mij kan dat heel goed uitpakken of wat minder goed uitpakken. Maar ik denk dat het ook een pre kan zijn als je een hele goede relatie hebt met je mededirecteur, toch? Ja. Ja, dat, ja. Maar toch is het lastig om je overbuurman de laan uit te sturen. Kijk, één ding. Voor dat soort beslissingen loopt Wouter Gudde volgens mij niet weg. Nee, ik vind het wel vervelend. Die is zonder aanzien des persoons, kiest hij wel gewoon wat het beste is voor de club. Ja. En blijkbaar vond hij dat in een eerder stadium nog niet het beste voor de club, maar op een gegeven moment wel. Ik denk wat Gudde nog wel kan leren, is dat hij niet allemaal vreemde vogels in huis moet halen. En ik denk dat hij ook in dat leerproces zit. Wie zijn de vreemde vogels? Heel veel Zwollenaren bijvoorbeeld op dit moment. Hè, Art Langeler, die assistenttrainer, komt uit Zwolle. Maar allemaal mensen die verder niks met de club hebben. Roy Beukenkamp zou wat dat betreft een veel mooiere keus zijn. Omdat dat echt een clubman is die FC Groningen kent. Die weet wat hier gevraagd wordt. Ik denk ook dat je met de aanstelling van de nieuwe trainer, als die er komt, moet kijken naar wat is de binding met de regio. En dat hoeft niet per se iemand te zijn die hier geboren en getogen is. Maar wel iemand die de club zowel van binnen als van buiten kent. Ja. Is het laatste dingetje, Arjen Robben moet altijd even genoemd worden natuurlijk. Is daar nog iets? Gaat hij nog iets doen met de club? Ik heb niet de indruk dat Robben op korte termijn al een actieve rol bij FC Groningen gaat doen. Die geniet op dit moment wel van de vrijheid. Ik heb hem laatst nog eens een keer gesproken bij de opening van zijn nieuwe Topsport Lounge. Toen zei hij van, ik heb op dit moment maar één verplichting. En die ene verplichting is het jeugdtrainer zijn bij Be Quick van het elftal waarin zijn zoontje speelt. En hij zegt van, ik vind het wel eventjes prima zo. Goed zo. Dan vind ik het ook gelijk prima zo. Nog dingen die gezegd moeten worden, waarvan jullie zeggen, oh, daar wil ik het nog even, nou, wil ik nog een ei. Ik wil nog wel even over het supporterschap hebben.
Dit seizoen ging er ongelooflijk veel uitsupporters elke wedstrijd van Groningen bij. Er gebeurde zelden wat. Het was een ongelooflijk goed sfeertje. Veel volle uitvakken. Er is natuurlijk wel wat gebeurd met de trein terug vanuit Rotterdam. Wat er exact is gebeurd is nog een beetje nevelig gehuld. De een zegt dit, de ander zegt dat. Ik was er niet bij. Maar gevolg is wel dat sinds dat moment elke uitwedstrijd van FC Groningen een verplichte combi wordt. Dat betekent dat supporters in Groningen op de bus moeten naar het stadion worden gereden in Eindhoven, waar dan ook de wedstrijd kijken, weer direct in de bus terug moeten en in Groningen eruit kunnen. Mensen die in Rotterdam wonen en Groningen volgen, moeten dus eerst dan helemaal naar Groningen toe. Hier in de bus naar Rotterdam toe, weer terug naar Groningen en dan weer op eigen houtje naar Rotterdam. Mm-hmm. Het lijkt wel een beetje op alsof de politie en de burgemeester in Groningen daar een rol in spelen. Die schijnen, weet ik wel vrij zeker, de tegenpartij, de tegenburgemeester te overspoelen met paparazzen vol waarschuwingen over hoe gevaarlijk deze groep supporters dan niet is. Mm-hmm. Met als gevolg dat elke uitwedstrijd vaak op het laatste moment, terwijl de kaarten al verkocht zijn, wordt omgezet naar een verplichte combi. Geen alcohol in het uitvak. Dus je ziet in één keer het aantal supporters dat meegaat, zakt helemaal in. En dat heeft hiermee te maken. Ja. En ik vind dat wel een kwalijke zaak, want dat komt wel weer heel erg op het collectief straffen aan. Ja, en hoe moeten we dat oplossen? We hebben het in Radio Meerdijkje er ook over gehad, naar aanleiding van de rellen in Volendam. Waarom lukt het maar niet om de daders te straffen? Ja, omdat en die fijne groep mensen die voor zoveel leuke sfeer zorgen, ja, bij zo'n uitwedstrijd. Ja. Een prettige dag te kunnen geven. Ik denk, ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat een groot gedeelte van de oplossing zit in de meldingsplicht. Mensen die een stadionverbod hebben, melden bij de politie. Zorgen dat die nergens naartoe kunnen gaan. En dat moet de club maar een beetje aan de stadionverbod gesproken. Ik was erbij tegen de wedstrijd tegen Cambuur. Toen natuurlijk een groepje ongehuurde types het veld opstapte in de tweede helft. Waar volgens mij een paar mensen tussen zitten die ook wel een stadionverbod hebben. Ik weet nee, dat hadden. Ja, die waren afgelopen op dat moment. Die hadden al. Ja. Die hebben. Oké. Ik dacht dat ik. Oké. Nee, maar nu wel weer. We hebben een stadionverbod. En langere periode ook. Ja. Dat is een maximum voor toch ook? Of zo? Dat je niet langer dan 5 jaar een stadionverbod. Ja, is er een levenslang stadionverbod? Is dat een stapel iets als je voor de derde of vierde keer wat betrapt? Of dan wordt kom gepakt, je nooit meer in stadion. Dan wordt het steeds langer. Maar het gaat erom. Pak de daders aan en hard aan. Straf ze. Zorg dat die pakkans omhoog gaat. Mm-hmm. Maar straf niet. Want wat je ook krijgt is, hoe lang je mensen behandelt als een crimineel of als een gevaarlijke supporter, vroeg of laat gaan ze zich er ook naar gedragen. Ja, nee, dat is waar. Lastig. Het is ik vind het het grappige is wel, gisteren nog sprak ik met mensen die voetbalsupporters zijn, maar dan niet een stadionsvoetbalsupporter zijn. Ja. Dus vooral op tv kijken, maar wel voor. Die zeggen gewoon, weet je, ik vind het een prima keuze om nooit meer uitsupporters in stadions te hebben. Want ze trappen toch alleen maar rotzooi. Ja. Nee, dat is echt onder redelijke voetbalfans, is dat toch ook een beetje. Ja, ik snap dat ook wel. Op duur is het ook wat te veel natuurlijk. Zoals bij Volendam Emmen, dat gaat natuurlijk helemaal nergens over wat er gebeurt. En eerder bij Cambuur Heerenveen gaat het ook helemaal nergens over. Anderzijds moet je ook weer afvragen dat. Weten we nu allemaal. Uiteindelijk zie je daar bij op dat filmpje in ieder geval. Ja, wordt een fiets op een stapel gegooid eigenlijk. En twee mensen die staan elkaar even op de schouder. Zo'n middeleeuws gevecht of zo. Het is heel droevig. En daarna staan ze een beetje tegenover elkaar te schreeuwen van kom dan. Hou me tegen. Ja, nee, maar in elk centrum van de stad is een niet waar zoveel mensen bij zijn, maar wel een krokpartijtje. Ja, en dat is ook een beetje mijn probleem. Wat ik me heb. Het is heel erg meten met twee maten. Ik denk dat er in een gemiddelde Groningen stapnacht veel meer gebeurt dan bij een uitwedstrijd van FC Groningen. Mm-hmm. Toch wordt er niet collectief een straat afgesloten of een bierverbod opgelegd, mm-hmm, of wat dan ook. Bij Vindicat was er dit weekend ook weer een misstand. Dat wordt ook vaak met een mantel de liefde een beetje bedekt. Ja. Dus er wordt heel erg gemeten met twee maten. Dat steekt me. Alleen Vindicat natuurlijk nog wel, net als FC Groningen, dan het zijn die kutstudenten van Vindicat en het zijn die kutsupporters van FC Groningen. Dat die ook wel over één kam worden geschoren. Ja, zeker. Bij Vindicat zitten natuurlijk ook 90%. Dat klopt. Maar ja, terug naar de vraag. Ja. Dadengericht aanpakken en hard straffen. En de goede gemeente die niet kwaadwillend is, ook gewoon enige vrijheid geven. Ja, laat ze maar zien dat ze het mooi kunnen doen. Kan me hier wel in vinden. Ik ook. Willem, dankjewel. William, dankjewel. Tot volgende week. Tot volgende week. Ciao. Radio Milko. Radio Milko.